Wat zeg je? Je kunt het zelf in de oven doen. Je kunt het zelf in de oven doen? Well, I don't think so. Olivier heeft als opdracht gekregen dat hij moet tekenen wat hij heeft gedaan in de vakantie. En wat teken je, Olly? Een Sinterpacheltje en daar mochten we naar die mama naar huis gestuurd en dan ga ik die tekenen. Ik moest deze knuffels neerzetten, maar ik had geen boerderij hier. Dus heb ik het gewoon zo lief gedaan. Je hebt het heel superleuk neergezet. Olly had een opdracht, moest alle knuffels in huis verzamelen, boerderijdieren en wilde dieren. Maar een hondje, dat is toch eerder een boerderijdier dan een wild dier? Nee, maar die hart, dat is ook een wild dier. Alles wat hier staat is een wild dier. Het is woensdagmorgen, 9:30 bijna. Olly had een call om 9:00 met zijn juf en ik heb me gewoon verslapen. Echt heel erg, echt stom dit. Vergeet de wekker te zetten. Olly heeft een dagopdracht dat hij een 6 moet maken en dat hij het niet mag schrijven. Ik denk dat hij nog wel iets beter kan, Olly. Hoe dan? En nu moet ik er een foto van maken en in social school zetten. We gaan nu voor de tweede keer koekjes bakken deze week en het is zo chill, want normaal smaakt het nooit ergens naar. En dit is gewoon kant-en-klare deeg. Je hebt verschillende smaken en je maakt gewoon je eigen koekje. Dus vandaag triple chocolate. Ik ga straks Elsa maken. Oké. Okay. Ik ga zo een beetje. Wat zeg je? Je kunt het zelf in de oven doen. Je kunt het zelf in de oven doen? Well, I don't think so. Het is vandaag donderdag en heel chill. Ik ben vandaag de hele dag op kantoor geweest. Ik ga nu mijn spullen inpakken en ik ga weer naar huis. En Nick is thuis met de kinderen. Maar het is echt zo fijn. Ik had vanmorgen gewoon ook... Ik dacht, ik ga naar kantoor. Wat zal ik aantrekken? En zo. Maar ja, heel fijn. Ik ga nu naar huis en morgen lekker dagje thuis werken. Een loopband. We moeten wat, hè, met het sportscholen dicht. Hallo. Ja, dan ga je beginnen. Eerst in het midden, maar dan ga je steeds meer naar de randjes toe. Niet bij het randje beginnen. En dan ga je elke keer een klein beetje langs het randje. Ik ben dus thuis aan het werk vandaag. En normaal gesproken, als ik aan het bellen ben, word ik best wel vaak gestoord. Maar nu dus niet. Ik dacht van, het is verdacht stil. Dat belooft nooit wat veel goeds. Maar... kijk of ik het kan draaien. Nee. Ze is in slaap gevallen. Ik ben aan het werk aan de keukentafel. Ik heb ondertussen de zoete aardappelen geschild. En Vilijn is de hele dag al Peppa aan het kijken. Dit gebeurt er dus als je kools hebt. En je houdt je kind niet tussen de gaten. Kom eens, Vilijn. Kom eens binnen. Wat heb je gedaan? Wat is dat? Wat je op je gezicht hebt gedaan? Roesje. Roesje! Nou, je ziet er een beetje gek uit. Mijn kaak is uit de kom. Ik zat net te ontbijten met de kinderen op de bank en opeens word ik knak. Dus ik ga nu naar naar mijn schoonvader, die kan de schermen terugzetten. Creatieve initiatieven hebben de ouders van vriendjes van Olivier en Vilijn een steen beschilderd en ergens bij ons in de tuin verstopt. Echt vet leuk. En Vilijn gaat hem nu zoeken. Met een cappuccino uiteraard. Vilijn heeft ook een cappuccino. Blote benen. Ik weet het niet, je moet hem zoeken, schat. Oh, wie is dat? Nou, dat is
leuk. Kijk hoe leuk geschilderd. Wauw. Vind je hem mooi? Leuk hè? We hebben de planten binnengezet, bijvoorbeeld de citroenboom, die anders gewoon doodgriest. Flijn wilde de tafel dekken en heeft een bord laten vallen. Een bloemetjesbord. Filijne, zal ik je eens wat vertellen? Scherven brengen geluk. Oh. Scherven brengen geluk. We zitten helemaal onder. Kijk, daar kan niks zien, die auto. Nee. Kom maar. Zit je er klaar voor weer? Nee. Hier. 6, 7, 8. Het is 9:00 ochtends. We dachten we gaan even broodjes halen uit de supermarkt. Maar die is gewoon nog dicht. Maar ja, we hebben ingebroken op de schoolplein.